Welkom lieve luchttekens, vandaag de Witches Tarot en de Lenormand en Kipper deck. Welkom als je kijkt voor de luchttekens, dus de tweelingen, de weegschalen of de watermannen. Of als je daar mee te maken hebt, dus als crosswatcher of gewoon een ieder die voelt van ik word tot deze reading aangetrokken. Ook dan zou er één of meerdere berichten voor je in kunnen zitten waar je mogelijk profijt van zou kunnen krijgen. Wat mogen wij weten? Ik ben een intuïtieve reader, dus kijk als dat je aanstaat. Ook op een van mijn andere kanalen. Ik heb naast dit kanaal ook nog 3 andere kanalen. Doe daar je voordeel mee. Abonneer je en vergeet ook vooral niet het belletje aan te klikken, zodat je dus op de hoogte blijft als ik weer iets nieuws heb gepost. Wat mogen wij weten voor de luchttekens, training, weegschaal, waterman? Of als je daarmee te maken hebt, of als je aangetrokken voelt tot deze reading. Ik denk dat de hoogste tijd is aangebroken voor de luchttekens. Er mag iets gaan veranderen. Kaart 37, 7 plus 3 is natuurlijk 10. Het is de hoogste tijd voor een transformatie, een verandering en voor sommigen een beëindiging. Het is tenslotte een algemene reading. Waarin of waarbij kan zijn met de maankaart dat je te maken hebt met een vis of een kreeft. Of dat je heel diep in je emoties zit. Dat iets je emotioneel heeft geraakt. Of dat er duidelijkheid is gekomen in een bepaalde situatie waar mogelijk niet alles helder was. Misschien heeft iemand zijn of haar emoties getoond. Misschien heb je helderheid gekregen in zaken waar niet over gesproken werd of waar mogelijk geheimen werden gehouden. En weet jij van, het wordt de hoogste tijd dat ik me hiervan distancieer. Of het wordt de hoogste tijd dat ik verder ga. Zo. Dus we gaan wederom shuffelen en dan gaan we dus per luchttekens het bekijken. Dus dit is de overall energie, dat je dus iets mag gaan veranderen. Wat mogen wij weten voor de tweelingen? Je hebt een message, dus het kan zijn dat je een bepaald bericht gaat krijgen van iemand. Het kan ook natuurlijk het universum zijn die jou een aha-moment geeft, een ingeving, een inzicht tijdens meditatie of gebed. Waarom zeg ik dat? Kaart 7-7 is altijd goddelijk, kosmos of het universum wat je begeleidt. En buiten de 3D-communicatie kan het natuurlijk ook zijn dat je iets doorgechanneld krijgt. Dat je tijdens een droom iets doorkrijgt of tijdens gebed of gewoon tijdens stilte als je met je hogere zelf contact maakt. Dus dat gaat voor jullie dan een rol spelen. Dat heb je ook nodig, zodat je weet hoe je verder moet gaan. Of zodat je weet dat je iets los kunt laten. Wat mogen wij weten voor de weegschalen? Voor de weegschaal heb ik dat er tijd wordt voor balans in jezelf in eerste instantie. Dat je je weer zelf goed voelt, welbehagen, maar ook balans in een bepaalde connectie. Het kan mogelijk dat er een verandering, dat je een verandering ziet, dat iemand meer, min of meer zijn emoties toont. Misschien ben je het zelf wel, waardoor er een balans komt in een situatie waarbij het voorheen niet zo lekker liep. En wat nu zeg maar een soort heropleving plaatsvindt. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Voor de watermannen heb ik dat er iets moeilijks al voorbij is. Dat heb je al min of meer afgesloten met die zeis. En dat je nu dus zeg maar kan gaan oosten. Je hebt het moeilijk al gedaan. Je hebt al die koren heb je al van het veld afgezeist. Als dat een goed werkwoord is. En nu mag je dat bij elkaar gaan binden en mogelijk verkopen. Dus je hebt de nodige moeilijke stappen al gezet in een bepaald proces. Kan ook een afrondingsfase zijn.
En het wordt de hoogste tijd dat je verder gaat. Mogelijk ook dat dat jou rust gaat geven, dat je uit bepaalde emoties raakt, omdat er hier een afronding ligt. Wat mogen wij in eerste instantie weten voor de tweelingen, die dus een ingeving gaan krijgen van laat dit los, transformeer. Je voelt het ook dat het daar echt tijd voor is. Wat mogen we weten over message, kaart 7 voor de tweeling? Terugbalans, stabiliteit. Je hebt recht op loyaliteit, op liefde. Je hebt recht op zekerheid, op balans. Wat mogen we nog meer weten? En dat je ook daar die richting uitgaat. Dus dat je dus veranderingen aanbrengt of dat je mogelijk andere zienswijzen krijgt daarover. Oplossingen aangeboden krijgt die winstgevend zijn, dus die goed zijn voor jou, voor je gezin, voor je kinderen mogelijk of misschien voor je ouders, mensen waar je loyaal toe bent en waar je een warme band mee hebt. Kan zijn dat het even op zich heeft laten wachten, die verandering, omdat je te veel in je emoties was, je had geen duidelijkheid en dat nu zeg maar die duidelijkheid er komt. Het geeft in ieder geval einde aan conflict. Vijf van staven kan ook zijn innerlijk conflict. Het gevoel hebbende door die emoties keer op keer je weer te laten verleiden, maar nu denk ik dat er een heel helder moment komt of een hele heldere boodschap. Hoe je dit kunt loslaten en hoe je dus verder kunt gaan op de meest positieve, gezonde manier voor jou. Wat mogen wij weten voor de weegschalen? Mag terug in balans komen, in harmonie. Een nieuwe start. Het zij voor jezelf, als dit staat voor het mannelijke en het vrouwelijke, yin en yang, of een nieuwe start in de liefde. Iets wat al beëindigd is. Dat je iets waar je misschien ook wat weerstand tegen bood, omdat je voelde van dit is niet oké. Misschien dat je jezelf een beetje in de weg zat en dat je dus nu zoiets hebt. Nee, ik ga echt tijd voor mezelf maken. Ik heb altijd anderen of mijn werk of nou ja, wat je dan ook hebt geprioriteerd. Nu wordt het tijd dat ik mezelf ga prioriteren. De magier, jij hebt de tools in handen om er een succes van te maken, om die verandering te gaan bewerkstelligen. Het zij als je richting een partnerschap wil gaan, of het zij meer in balans met jezelf, omdat je te veel gegeven hebt. Jij weet precies hoe je dat kunt omdraaien. Je ziet hier ook infinity teken, oneindig teken. Dus als je deze verandering doorvoert, dan is dat ook een onderdeel van je leven geworden. Dus dan is dat niet meer weg te denken. Is dat iets wat een bouwsteen is die toegevoegd is aan je leven? Voor de watermannen, het moeilijkste is al voorbij. Dus richt je op de toekomst, die heel dichtbij komt. Terug, balans, stabiliteit. Ik denk dat dit mogelijk een echtscheiding zou kunnen zijn. En dat je nu terug je balans en stabiliteit vindt in jezelf of mogelijk met een nieuwe partner. Je hebt heel kranig geweerd. Je hebt je soms moeten temmen, soms heb je moeten vechten als een leeuw. Maar uiteindelijk de situatie doorstaan, terug balans gekregen, maar ook karmische gerechtigheid in een bepaalde situatie. Daardoor een nieuwe start die op jou wacht met die schildknaap van zwaarden, de leerling, iets nieuws komt er op je pad. Ik zie hier ook dat hij
dat hij hier iets aan zijn ketting heeft hangen, dat deed mij een beetje denken aan de Phoenix. Dus je bent als Phoenix herrezen in een bepaalde situatie en daar mag je trots op zijn. En het is nu alleen maar voorwaarts kijken, dus niet meer terugdenken, niet meer in die oude emoties vervallen, maar geïnvesteerd zijn in balans, stabiliteit en toekomst. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.